Koploper NSV 46 treft in Noorden het onderaanstaande Moerkapelle. Door de vele blessures begint Moerkapelle en haar trainer John de Vries nogal gehavend aan dit duel. NSV verloor verleden week van Civeo 60. In Zegveld werd het 2-1. De ploeg van coach Dennis van der Ing hunkert naar ereherstel. Aftrap NSV. Bal rustig rondgespeeld, komt dan uit bij Roy Fransen. Bas van Veen. De 1-2 met Van Koert mislukt. Jeffrey van Kapel met de cornerbal. Mooi genomen, goed gesprongen, maar dat is een makkelijke prooi voor de goalie van Moerkapelle. Lorenzo Sloof. Mooie actie Moerkapelle. Zwaar gevaarlijk voor de goal van Bas Kalshoven. Maar het kan men geen goed vervolg geven. Het afstandsschot. Ja, daar hoeft Bas Kalshoven helemaal niets aan te doen. Was van Tim Korevaar. Hij weer aan de bal. Van Veen kan er niet bij, maar krijgt hulp. Dan de goede combinatie met Daan Koot. Maar dan laat Van Veen die bal van zijn voet afspringen. Middels een half uurtje onderweg, nog niet al te best. Daan Koot. Met een goede opening aan de linkerkant. Robin van Koert. Van Koert. De 16-1, het schot. En dan veel gebaar van scheidsrechter Van der Zee. Nou, er is misschien wel wat gezegd, maar dat levert in ieder geval een gele kaart op voor een van de spelers van Moerkapelle en een vrije trap voor NSV. Snel genomen, weggekopt. Gevaar nog niet geweken. NSV weer in balbezit. Bas van Veen met zijn voorzet. Daan Koot kan er niet goed bij. En dan misschien aan de andere kant. Nee, daar is al gefloten. Dertien minuten voor de rust. Wat kan Robin van Koert? Buitenom. Oh, dat wordt wel heel erg moeilijk. Maar krijgt hij die bal erin? Die krijgt hij er wel in. Binnenkant van de paal. Ja, dan is de goalie verrast. De hoek leek moeilijk te worden. Maar hij krijgt hem toch binnen. Mooi erlangs. Blijven kijken. Ja, en dan met precisie. Mooi raakgeschoten. Roy Fransen. Weer Van Koert. Van Koert. Op de lat. Dat had een beter lot verdiend. Ja. Grijp vertwijfeld naar zijn hoofd. Aan de andere kant Moerkapelle alweer weg. Het had klaar kunnen wezen voor de NSV, maar is het niet. Opening aan de linkerkant. Van Koert. Weer Van Koert. Nu dan wel. Nee, prima slijding. Moerkapelle niet echt dreigend geweest nog. Claimt daar een strafschop. Krijgt het niet. Is nog wel in balbezit. Misschien dan nu. Voorzet. Weggehaald. Gevaar nog niet geweken. Oh, dat is wel heel erg slordig. Daan Koot met de rust in zijn spel. Van Koert. Terug naar Koot. En dan Koot. En is dit slecht. En dit ook al. Wordt die bal daar nog binnen gehouden? Zitten we toch zo vlak voor de T. En dan blijft het bij die hele magere 1-0. In een niet al te best duel. Uittrap Lorenzo Sloof. Niet echt gevaarlijk, misschien dan nu nog. En is dat de mogelijkheid voor Michael Kolaas, maar het was een moeilijke hoek. Ja.
cornerbal. Want Kalshoven moest daar toch nog wat mee doen. Wordt die bal door de speler van Moerkapelle van de doellijn afgehaald. En dan is het in de rebound Daniel van den Hoven, de aanvoerder van Moerkapelle, die deze kans onbenut laat. De mogelijkheid op 1 tegen 1, uit het niets. Letterlijk en figuurlijk had hij uit de lucht gevallen. Maar gebeurt niet. Robin van Koert. Elke dreiging van NSV komt bij hem vandaan. Verhaar, Robin Verhaar. Weer van Koert. Dat is 1. Dat zijn er 2. Dat is 3. En dat is 4. En dat is 2-0. Hoe is het mogelijk? Dik Advocaat heeft Kramer gekocht, maar misschien had hij beter naar deze spits kunnen kijken. 1 en dan tussen 2 door, dat is de 3e. En dan heel beheerst de 4e. 2-0 en dan lijkt het gespeeld. Daniel van der Hoven. Biedt een mooie kans onbenut. Opening aan de linkerkant. Tim Korevaar helemaal vrij bij de tweede paal. En dat is daar aanslaande treffen. Nee! Hoe is het mogelijk? Dat is moeilijker om hem voorlangs te schieten als erin. Maar het gebeurt toch? De spanning had terug kunnen zijn in de wedstrijd, maar is het niet. Van Koert met zijn hat-trick, nee. Wordt geblokt, dat schot. Kreeg daar die bal van de broer Michael. Maar weet toch niet de goalie te verslaan. Mag dat geen doorgang vinden? Is er al gefloten? Ja, dat baalt van Koert van, want dan had het nu echt zijn hat-trick geweest. Maar dit feestje gaat niet door. Aan de rechterkant. Robin van Koert. Houdt in zijn eentje de hele Moerkapelle-verdediging bezig. Is dat een strafschop? Nee, zegt scheidsrechter van de Zee. En er is aan de andere kant Moerkapelle weer weg. Kreeg de kans bij 2-0 op de aansluitingstreffer. Korevaar miste. Misschien dan nu nog? Nee, Bas Kalshoven is de situatiemeester. En dan lijkt het erop dat NSV in een niet al te hoog staand duel, en dat druk ik me heel voorzichtig uit, toch de 3 puntjes gaat houden. Kas van der Hoorn verslikt zich in de bal, maakt een overtreding, maar het mag doorgaan. Zag er nog komisch uit ook. Scrimmage. Slordig voetbal. Maar goed, het zal NSV een zorg zijn. Het wilde maar 1 ding vanmiddag en dat is winnen. En dat is gelukt. Het wint met 2-0 van Moerkapelle.